dat vandaan kwam. Hallo, lieve mensen, mijn naam is Calvin en ik zit hier samen met de enige echte. Het is ongelooflijk, het is niet normaal. Het is... Tadaa! High five. Deze jonge dame, 8 jaartjes jong, heeft 100 abonnees gehaald. Het zijn 100.000. Het zijn 100.000 mensen. Het is niet normaal. Jullie vragen je ongetwijfeld af. Yo, Calvin, waarom heb je een oranje paprika? Je zegt toch altijd dat je niet oranje paprika's houdt? Nou ja, dat heeft een reden. En die gaat Bibi jullie vertellen. Namelijk, wat is dit? Bibi, wat is dit? Een man. Hoe kun je me dit aandoen? Jullie kunnen het misschien niet zo goed zien, maar er zitten allemaal... Deze is voor jou. Die mag jij hebben. Er zitten allemaal kleine baby paprika's in. Je vraagt je natuurlijk af, hé, waarom oranje paprika's? Het is morgen Koningsdag. Hey! Yay. Morgen is het Koningsdag, maar tegen de tijd dat jullie dit zien is te lang geweest. Hey Bibi, hoe was Koningsdag? Super tof! Ja, was leuk! Ja! Het was echt fantastisch! Weet je waarom? Ja. Ik had een leuke hoed op waar de paprika in kon. Wauw! Nou, op mijn YouTube kanaal bak ik knutsel nog met mode dingen en dat. We gaan vandaag een hele leuke challenge doen. Misschien hebben jullie dit wel eens eerder gezien, maar ik vind het leuk om met mensen van de jongere generatie, de toekomst, de mensen die denken op een level waarop ik niet meer zit, omdat ik inmiddels mezelf al 82 voel. En ik heb een challenge bedacht omtrent het oud voelen of het jong zijn, namelijk de generatiekloof challenge, waarin wij aan elkaar dingen gaan laten zien van onze eigen generatie. En dan vervolgens gaan we kijken of de ander het kent. Ik heb deze video al eens een keer met Senna gemaakt, die is 9 en die wist niet wat MSN was. Voor mensen van mijn generatie, MSN is, dat ben ik. Toen ik 11 was, 12 was, ik was MSN. Er was niks anders in mijn leven. Bibi heeft gewoon geen flauw idee wat MSN is. Nee. Heel licht word je nu. Vandaag is het dus de bedoeling dat we aan elkaar dingen gaan laten zien van onze eigen generatie. Achter te komen wie het beste is in de generatie. Geloof. Adem. Dankjewel. Heb je er zin in? Ja. Ja? Ben je er klaar voor? Nee. Helaas kunnen we niet beginnen. Bibi is er nog niet klaar voor, dus ga even wachten. Nu ben ik er wel klaar voor. Oké, we gaan beginnen. Intelligent Poetie. Ah, deze weet ik. Deze is vet makkelijk. Ja? Yeah? Dit is namelijk vet makkelijk. Een potje waar je op kan plassen met een bril op. Inderdaad. Daar had ik iets anders in mijn hoofd. Dat was van Intelligent Poetie, was dat. Het is kinderen. Ja, nou, kinderen moeten ook plassen. Ik heb geen flauw idee. Het is dit. Dat, ja. Wat is dit? Het is een potje met een soort van klei kneedgoed. Het heeft allemaal verschillende eigenschappen. Bijvoorbeeld, je kan ze niet doorbreken, uit elkaar trekken, zeg maar. De ene is grijs, die is dan magnetisch en de ander verandert van kleur. I'm not even mad. That's amazing. Nee, maar weet je wat dit betekent? Ik heb helaas geen punt. Dit is je kans. Bibi, vertel mij. Wat is dit? Spreek het eens uit. Runescape. Ik hoor je meelachen, maar je snapt er niks van. Nee. Mij wel. Wat denk je dat het is? Runescape. Runescape. Wat is dit? Dit helpt je misschien op weg. Een computerspel. Een schietspel, wat dan ook. Weet ik veel. Je hebt geen flauw idee of wel. Nee. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben op de goede weg. Ik ga je pakken. Ik ga je helemaal inmaken. Hier is een filmpje van Runescape. Runescape 2017 gameplay. Veel kijkplezier. Dit is 2007 staat daar. 2007. Oké. Wat lach je nou? Het was een spelletje. Er was eigenlijk geen doel. Het was meer gewoon een soort van andere wereld waar je dan in was. En dan kon je wel met mensen vechten. Maar het was een soort van middeleeuws spel. En dan moest je tegen elkaar vechten. Wat wilde je? En dan kon je dan allemaal dingen vinden. Het was intens. En mensen zijn hier heel rijk van geworden. Klikkers. Schoenen. Met? Klikkers zijn schoenen met er zit zo'n knopje. Als je erop klikt, dan zit zo'n klik, klik. En als dat gebeurt, dan verandert die van kleur. Nee. Dat is een klikker. Wel, wel zo. Wel, een klikker. Wat is dat? Het is dat er schoenen onder staan. Ook als hier geen schoenen bij had gestaan, had ik geen flauw idee. Dan dacht ik dat het speelgoed was, letterlijk. Het is schoenen met speelgoed bij elkaar, zoiets. Ik heb het zelf ook. Schoenen, met als je een knopje indrukt, dan komen er bij je hak wieltjes uit. Als je geen zin hebt om te lopen, kan je gewoon op je hakken gaan leunen en dan... Ik had het bijna goed. Ik zei een knopje en dan klikken. Maar je zei niks met een wiel. Nee, dat is waar. Ik zal me vast niet geloven, maar ik had het wel in mijn hoofd. Bibi, what is this? Hoe spreek ik het uit? Wat staat er op het scherm? Kom op. Hyphens? Nee, weet je niet wat het is? Is het iets waarmee je iets... Wacht, nee, wacht. Je kan met iemand chatten of zo, je kan foto's bekijken, wat dan ook, weet ik veel.
Ja, je hebt het niet fout, maar het is zeg maar... Wil je weten wat dat is? Ja. Ja? Hier, Hives. Zo spreek ik het uit. En dat is eigenlijk gewoon Facebook, maar dan Nederlands. Voordat je Facebook had in Nederland, was het niet zo populair. Daarvoor had je Hives. Je had gewoon vrienden, chatberichten naar kan sturen. Ik heb Hives verkering gehad. Als op Hives stond Kelvin, had je Nina, dan had je echt verkering. Zo werkte het. Wow. Oh wacht, Facebook is toch leuker. Dus toen ging iedereen naar Facebook en Hives dood. EOS, toch? Ja. Gewoon random letters na elkaar. Nee! Dit is gewoon EOS. EOS? Een EOS. Heb je een EOS? Doe je een EOS? Je hebt een EOS. Ga je op vakantie naar EOS? Je hebt een EOS. Heb je een EOS? Je hebt een EOS. Alsof je een tijdmachine hebt. Is het een afkorting? Nee. Ik ga de foto even kijken. Oh, ja, dit ken ik. Ja, dit ken ik. Ik wist niet dat het EOS heette. Maar ik ken het wel. Je moet dan toch zo met je lippen, of niet? Ja? Ja. Ik reken hem niet goed. Yes! Foto spreekt eigenlijk wel voor zich, maar... Wat? Hoezo heet dit een EOS? Heb jij een EOS? Ja. Echt? Ja. Neem je een EOS mee naar school? Zo van, yo, hé, wat voor EOS heb jij vandaag? Het is lippenwalsen. Nou ja, dat kan toch? Ik heb deze gekke EOS, man. Ik heb deze EOS. Mag EOS ruilen en zo? Bibi! Ja? De tv-kast. Oké. Het heeft met school te maken. En natuurlijk weet ik het niet. Het moment van de schoolweek. Bibi, luister naar me. Je zit op school. Je bent de hele week al. Het is gewoon vrijdagmiddag. Echt super saaie week geweest. Op een gegeven moment is daar de tv-kast. En dan ben je gewoon klaar. Dan kun je er weer tegenaan. Dat was de tv-kast. Is de kast waar een tv in zit? Dat staat er letterlijk. Het was dit. Serieus, in groep 3 heb ik die moffel en puur dingen. Dan kijk je nog steeds volgens mij. Maar als je in groep 3 zit. Ik kan nog denken. Ik zit dan niet meer op school. Maar ik heb nog wel hersenen. De hele tijd ben je aan het dissen. Weet ik. Ja, je doet het goed. Dank je. Nu heb je beamers en zo. En indruk op de knop en je. Dit was dan. Oké, okay, ik verreken hem niet goed. Oké, okay, hij is wel goed. Yes! Pixie Crew. Ja. Het is een merk. Ik denk dat het een soort van kledingmerk is. Oh, je hebt dat nieuwe shirtje van Pixie Crew. Ja. 7,5 euro. Echt? Ja. Ja. Pixie Crew. Nee, klopt het niet? Wat het is. Je hebt allemaal soort dingen, zeg maar. Bijvoorbeeld etui, tasjes, telefoonhoesjes, wat dan ook. En daar zit een soort van lapje op met allemaal blokjes daarop. Ook losse blokjes die in allemaal verschillende kleurtjes. Die kan je dan op die blokjes klikken en dan kan je allemaal figuurtjes ermee maken. En dan kan je dingen versieren. Applaus voor de persoon die dit heeft bedacht. Heb jij ook tas hiervan of zo? Ik heb een etui hiervan. Oké, okay. En ben je blij met die etui? Ja. Ja? Ja. Het lijkt me echt fantastisch dit. Ja, ja. Ik had dit vroeger niet. Fox Kids. Kom op. Even serieus, wat is dit? TV-zender. Oké, okay. Fox Kids. Ik ga even gokken. Gewoon. Kinderen die vossen nadoen. Ja! Vossen TV. Dit is Fox Kids. Wat is het? Hier maakt mijn generatie echt blij mee. Met een aflevering Hamtaro. Het is Hamtaro tijd. Of een aflevering Shin-Chan. Ken je Shin-Chan nog? Nee, tuurlijk niet. Wil je nog eens? Toen ik Shin-Chan keek, was jij denk ik net geboren. En daar is niks mis mee. Ik vind dat grappig. Ik wist niet dat mensen in 2008 konden praten. Digimon, Megabots. Fox Kids was een tv-zender. Zelfs dat je nu hebt Disney Channel en zo. Dat was toen Fox Kids. Fox Kids was mijn leven. Daarna werd ik Jetix en toen ging het weg. Hachimal. Wat lach je? Ik zeg gewoon wat er staat. Hachimal. Hachimal. Nee, het is Hachimal. Je hebt het al die tijd verkeerd begrepen. Hachi. Iets met niezen. Het is speelgoed, maar als je niest, dan gaat het draaien. Dan vliegt het weg. Zo hachu en dan nee. Ik doe mijn best. Ik zie deze foto. Ik weet alsnog minder dan net. Het lijkt op een Furby. Als hij nieuw is, zit hij in een ei, zeg maar. En als je het ei goed eit, dan gaat hij open en komt er een klein beestje uit. Het is eerst een baby, dan wordt het kleuter en dan wordt het kind. Kind kan je allemaal trucjes leren. Voor dansjes, toekomst voorspellen met hem, ik weet niet. Heb jij een Hachimo? Ja. Team F. Nee, nee, nee. 3, 2, 1. Ik weet het niet. Maar goed antwoord. Zal ik je uitleggen wat het is? DMF was gewoon The Music Factory. Yeah! MTV, maar dan Nederlands. Het was een Nederlands tv-zender waarin je muziek kon zien, muziek kon luisteren. En er waren programma's van wat te doen met je poen. En Dario duikt onder. Echt cool was het. Nu snap ik het. Niet. Dotting Tool! Ja! Ik weet wat Dotting Tool is. Dotting Tool is een stift, of zeg maar een soort pen. Wat je kan doen is, je kan jezelf zo zo. Je kan jezelf sproeten geven. Daar komen al die sproeten vandaan op je hoofd. Jij hebt weer die Dotting Tool gebruikt. Een Dotting Tool. Wat het is, is dat? Maar kun je toch sproeten maken? Nee! Wat is het dan? Het is. Voor je nagels. Goed zo. Juist voor nagels? Het zijn een soort van bellen met allemaal bolletjes. En daar kan je nagel ook op doen en dan kan je stippen zetten of wat dan ook. Of bloemen erop zetten. Bloemen erop zetten. Ik weet ook niet meer dat vandaan kwam. Staat hier. Ja, wacht even. Ik weet het. Niet. Jawel. Nee, natuurlijk weet je het niet. Hoe spreek je het uit? Word er. Nee. Wat is het? Vertel me! Nee, waarschijnlijk. Het is een Word waar je verhalen in kan typen. En zo'n computerprogrammaatje. Werkstuk in kan maken voor het vragen kan zetten. En dan antwoord print je dat uit. En dan kan je aan je geven wat dan ook. Wat is het? Je hebt geen idee. Je was zo enthousiast. Het is half goed, half fout. Het had iets met Word te maken. Dat had je goed. Dit is WordArt.
Kijk, je moet voor school, moet je dan werkstukken maken. Dan kon je gewoon daarboven in normale tekst kon je zeggen, mijn werkstuk over paprika's. Of je kon WordArt gebruiken. En met WordArt maakte je een soort van regenboog van. Dus dan kon je bijvoorbeeld kiezen, ik gebruik deze man, want dit is allemaal regenboog. En dan kreeg je gewoon een 10 of zo als je WordArt gebruikte. De pap in cooking. Dit is easy. Speelgoed waarmee je dan snoep maken. Dit is speelgoed waarmee je snoep kan maken. En dan kun je daarna lekker opeten. Uit welk land is het? Amerika. Japan. Wanneer is de quiz? Hey, uit welk land? Uit welk land is het? Fout. Jij bent gewoon de quiz aan het veranderen. Nee, maar klopt het? Ja. Ja! Scooby-Doo. Ik weet het. Ik heb zelfs Scooby-Doo. Het zijn een soort van plastic touwtjes waar je allemaal op kan knutselen en zo. Dat klopt. Yes! Dit had ik niet verwacht. Je staat voor. Maar daar komt verandering in, mensen. Jullie kennen me langer dan vandaag. Ik kom uit die onverwachte hoek. De Thundermans. Goed zo. Dit is een serie over familie. Ja, oké. Okay. Een geheime agentenfamilie. Superheldenfamilie. Ja? Ja, ik haal eens even door elkaar heen. Dat is echt mijn favoriete serie. Why the fuck you lying? Ja, dit vind ik echt super leuk. Why you always lying? Regina, Lisa, dit is Manuel. Ik heb al die naam uit mijn hoofd. Nee, ik had echt geen flauw idee. Ik had het op zich wel netjes toch? Mag ik een halve punt? Ga kwielen en dan mag ik. Mag. Ja! Oké, het staat 1,5-2. Dit was de laatste. Zit je aan te grijzen? Wil je dat ik het zeg? Ja. Bibi. Wat? Je hebt gewonnen. Ik zei het toch niet, Kwielen? Jij kan in de toekomst kijken. Dus ik wist stiekem ook al dat jij zou winnen, maar ik dacht gewoon... Lieve mensen, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Bibi heeft ook een eigen YouTube kanaaltje, genaamd Bibi. Mocht je nou willen weten hoe een 8-jarig meisje een oog bakt, dan kan je dat zien op het kanaal van Bibi. Dat staat in de beschrijving, dus abonneer sowieso even op haar. En ik wil dat jullie bedankt. Hey, bedankt hè. De groeten, abonneer en like en geniet van het leven. Veel plezier met de RuneScape spelen.